John, de kop is eraf. Ja. Nou ja, wat vond je ervan? Nou, je moet altijd alles zo'n eerste week in het totaalplaatje zien. En ik denk dat we deze week fantastisch getraind hebben. Veel getraind, niet zwaar, maar wel goed. Ook in de aantallen, zeg maar. Hè. Dus dat je twee keer per dag hebt getraind. Nou, dat is goed en dat is positief. En dan is het altijd mooi om dat op een manier als vanmiddag af te sluiten. Met 45 minuten voor iedereen. Nou, dat weet je. En dan kunnen we dat ook weer gewoon zien als training. En laatste moment van deze week. En nou, ik ben daar best tevreden over. Natuurlijk de eerste helft gelijk gespeeld met elftal zoals we min of meer vorig jaar geëindigd zijn. Dus meer duidelijkheid kun je ook niet daarin geven naar die jongens. En ja, dan zie je dat je gemakkelijk 4 goals maakt en dat je niks weggeeft en dat je meer goals had kunnen maken. Maar voor zo'n eerste moment als vandaag ben ik daar zeer tevreden over. Tweede helft, een totaal ander team. Je zag ook dat een aantal jongens die eigenlijk nog nooit met elkaar hebben samengespeeld, dat zie je gelijk terug. En dat was iets minder van niveau als de eerste helft, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook voor hun geld dat ze veel met jonge spelers gewerkt hebben en die hele week hard getraind hebben en dan vanmiddag hebben kunnen laten zien. Dus goede entourage voor de jongens om ook te wennen aan dat niveau. Ja, er hoor heel veel om mee. Hey, was Jansen, was Hendriksen? Die waren er vandaag niet. Ik praat ze even bij. Ja, ik hoef niet bij te praten. Vincent heeft getraind vanochtend. Die is pas donderdag begonnen met de training. Dus je gaat niet na 2 dagen training een wedstrijdbelasting op iemand loslaten. Dus die heeft vandaag gewoon getraind vanochtend. En hetzelfde geldt voor Levi Garcia, die heb je ook gemist. Dat hij wat last had van een blessure. En Marcus is familieomstandigheden nog niet terug in Alkmaar. Of in Zaanstad moet je tegenwoordig zeggen. En we zijn die landt morgen en die sluit maandag aan. Ja, want dat zijn wel de jongens natuurlijk die altijd hebben gezegd van ja, we willen eigenlijk weg. Hè. Dat hoor je dan allemaal om je heen. Hè? Dat is bekend, maar zolang ze niet weg zijn, zijn ze spelers van ons. En zullen ze ook gewoon in het programma meedraaien wat wij denken dat het beste voor hun is. Ja. Even terugkomend op de 11, Lucas als back, daar ga jij wel voor nu in de voorbereiding richting competitie, richting Europa League? Ja, duidelijk, omdat Matthias ook aangegeven heeft dat hij zelf weg wil. Daar is hij mee bezig om weg te komen en dan, daar ga ik niet op wachten. Ik heb een goed alternatief achter de hand. En nou, ik zeg al, je kunt niet meer doen dan het vertrouwen geven aan spelers. Dat heb ik gedaan in dit geval met Derk. En hij heeft dat vanmiddag ook weer prima ingevuld. Maar nog belangrijk ook in de hele week in de training. Dus wat dat betreft denk ik dat we een goede vervanger voor Matthias al in huis hebben. Staan kinderen op je te wachten. Ja, goed weekend. Ja, zie je.